Maar de Limburgers krijgen hulp vanuit Luik. Standaard nog altijd met een man minder krijgt een strafschop na handspel van Dennis. Marin mist niet en Club Brugge staat 1-0 achter. Dat nieuws zijpelt al snel door tot in Anderlecht. Genk is nu weer virtueel kampioen. Opvallend, ook de Anderlecht-supporters juichen mee. Ze gunnen het Genk blijkbaar meer dan eeuwige rivaal Brugge. Club moet nu alles op alles zetten. Maar vlak voor tijd doet Marin de boeken toe met een fenomenale vrije trap. 2-0. Brugge mag de titel vergeten. Bij Genk weten ze dat hij binnen is. Het is alleen nog wachten op het laatste fluitsignaal. Ik heb die reputatie niet, maar ik denk dat vanavond wel alle remmen losgaan. Iedereen vraagt zich af of jij gaat blijven. Ik ga vanavond zeker blijven, ja. Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel. Ivan Leko is volgend seizoen geen trainer meer van Club Brugge. En opvallend, niet alleen Leko, maar ook zijn vier assistenten moeten vertrekken. Met de grove borstel door de technische staf, heet dat dan. We kunnen terugblikken op twee succesvolle seizoenen en wensen Ivan het allerbeste in zijn verdere carrière, klinkt het bij Club. Over een mogelijke opvolger zwijgen ze in Brugge in alle talen, al is Genk-trainer Clément nadrukkelijk in beeld. Maar je hebt nog niet beslist. Nee, echt uiteraard niet. Dat irriteert mij ook dat er mensen dat wel insinueren. En de mensen die mij al langer kennen, die weten ook dat ik niet lul over die dingen. Helemaal niet. Het is heel simpel geweest. Ik heb in de loop van het seizoen een heel mooie kans gehad om te vertrekken voor heel veel geld. Naar woestijn, dat interesseert me helemaal niet. Ik wil sportief een goede carrière uitbouwen als coach. Ik wist voor de play-offs dat er ploegen geïnteresseerd waren uit het buitenland. Ik heb tegen mijn makelaar gezegd, ik wil nu niks horen. Ik ga na het seizoen een beslissing nemen daarin. Want ik wilde één ding en dat was met geen kampioen spelen. En ik wist voor mezelf, als ik met iemand ondertussen in die twee maanden had gesproken, één avond... En het mislukt. Zou ik me altijd eeuwig schuldig hebben gevoeld van die avond heb ik niet voor mijn spelers gewerkt, voor Genk gewerkt. En daardoor is het al gemist. Zo zit ik in elkaar. Dus ik heb tegen niet. Met niemand gesproken totdat het maar er zijn nu wel gesprekken gepland. Dus er zijn wel gepland. Morgen met Genk en dan ook met andere clubs nadien. Ja. Met Club Brugge ook. Woensdag. Ja, met Club Brugge ook, ja. Voor Philippe Clément is het na 2 jaar een rentrée door de grote poort bij Club Brugge. Makkelijk was de keuze niet na de landstitel bij Genk, maar Clément is blij dat hij terug is. Omwille van de uitdaging hier, omwille van dat ik het 2 jaar geleden heel graag die uitdaging had aangaan, omwille van het gegeven met het nieuwe trainingscomplex dat de wereld van de academie en de eerste ploeg dat heel belangrijk was om daar een goede brug tussen te maken. Dat is een rol die ik 6 jaar lang binnen Club Brugge heb gehad. Dus dat was heel belangrijk voor mij. En het gegeven dat ik hier ook prijzen wil winnen. Clément begint er dus aan in het nieuwe trainingscomplex van Club Brugge in Westkapelle. En de verwachtingen zijn hoog. Het is van moeten nu, terwijl dat de voorbije 2 jaar toch minder het geval was. Kijken vooral van welke zijn de uitdagingen die er voor ons liggen. Wij willen een duurzame topploeg blijven. Dat betekent dat je altijd voor de titel gaat, voor de beker gaat en het goed wilt doen in Europa. En dan gaan we kijken wie is daar nu het best voor geplaatst om ons daarbij te helpen. Dus je wil absoluut kampioen spelen? Uiteraard. En die beker winnen ook. En Europees zo ver mogelijk raken. En nieuwe records verbreken. Ik ben heel ambitieus. Brendan, goed zo. Initiatief, challenge en dan komt het vrij. Goed. Toch voelt het nog wat vreemd om Clément aan de zijlijn te zien coachen bij Club Brugge. Want 6 weken geleden stond hij nog op een podium te zingen met kampioen Racing Genk. Jij zegt 6 weken, dat lijkt al 6 maanden, want er is zoveel gebeurd in die tijd. Dat is niet zo vreemd, omdat dat een deel van je... dat is een job dat je doet. En je kunt op 2 plaatsen ook heel gelukkig zijn. Toch lijkt Brugge door zijn keuze net iets meer de club van zijn hart te zijn. Dat is geen keuze tegen iets. Jij zult ook waarschijnlijk verschillende mensen in je leven lief hebben gehad. Het is moeilijk om dan achteraf te zeggen van die was veel beter of zag ik veel liever als iemand anders. Dat is ook gewoon respectvol naar die andere relaties, denk ik. Maar één zaak is wel duidelijk. Met Genk was Clément zeker van Champions League voetbal. Met Club Brugge moet hij in augustus nog 2 voorrondes spelen. Snel pieken is dus de boodschap.
Weet je waar dat die pak is? Niemand kan top zijn op dat moment als ze aan een nieuw verhaal starten met nieuwe spelers. Dus je moet afwachten wat die loting is. Er zijn heel veel omstandigheden op dat gebied. Wat nu wil zeggen dat we er alles voor gaan doen om dat te bereiken. Want als we dat kunnen, zouden we de eerste zijn in de Belgische geschiedenis dat doen. Dat is wel een mooie uitdaging. En daar gaan we volledig voor. Naast Vossen en Rezaï moet er nog een extra spits bij. En ook deze Denswil die naar Bologna verhuist moet vervangen worden. Ik wil succes, hè. Dan lijkt Club Brugge klaar voor een nieuwe titelstrijd met Racing Genk. Al zijn er nog kapers op de kust. Het is heel duidelijk dat de Anderlecht veel beter voor de dag gaat komen dan vorig jaar. Als Anderlecht op zijn normale niveau is, is hij altijd een titelkandidaat. Genk zal ook een titelkandidaat zijn. Er is heel veel... zijn heel veel centen binnengekomen de voorbije maanden met die Champions League. En bij Standaard is het tweede jaar van Michel. En ik weet dat dan de machine kan beginnen draaien. Dus ik denk dat het een heel interessant seizoen kan worden voor iedereen. Er is op dit moment geen enkele reden om te denken dat Club Brugge niet opnieuw heel dicht gaat eindigen. Het is gewoon de beste ploeg en club van de voorbije 5-6 jaar. Het is in onze competitie de enige geweest, de enige ploeg die constant is geweest. Die altijd 1 of 2 of bovenaan is geweest, Europees heeft gepresteerd. Een keer in de beker. Dus wat dat betreft, nog een keer moeten zij geen nieuwe start nemen. Is er eigenlijk geen, op dit moment, groot spelersverloop. Dus ik heb al begrepen dat Ruud Vormer zich in het voetbal van, of het systeem van Clément dat toch een beetje aansluit bij dat van Prudhomme misschien ook net iets beter voelt dan in dat van Ivan Leko. Ook al heeft hij een topseizoen gehad in het eerste jaar onder Leko. Dus nee. Maar hebben ze dan voldoende prikkels? Want als ik het hoor, kan het ook wel tot starheid misschien leiden? Nee, want ze zijn gefrustreerd geweest vorig jaar omdat ze geen kampioen waren. Ik weet, de bazen van Club Brugge vonden dat zij vorig jaar de beste ploeg hadden in vele jaren. Dus zij zijn ontevreden dat ze geen kampioen zijn geworden. En de spelers hebben een nieuwe trainer, nieuwe impulsen en zijn volgens mij zeer gebeten om één te laten zien dat ze beter zijn dan Genk. Ze hebben een trainer die graag ook Racing Genk wil kloppen. Dus wat dat betreft is er denk ik niet dat er een probleem is. Je hebt ook spelers die veel geblesseerd geweest zijn, ik zal in Danjuma maar zeggen, die geweldig begonnen eigenlijk nadien. Nauwelijks nog wat heeft gepresteerd. Dus, En ook Club Brugge heeft zijn start niet gemist, al zag het er bij de rust even penibel uit. De club stond halfweg 1-0 in het krijt op het veld van Waasland-Beveren. Maar boog die achterstand in de tweede helft makkelijk om. 3 schoten in de roos, 2 keer Van Aken en 1 keer Okereke, volstonden om Philippe Clément te laten debuteren met winst. Manieren. Je ziet week na week die looplijnen beter worden. Er is nog een heel pak werk. Ik heb nog heel veel dingen gezien die veel beter kunnen. Maar de basis wordt hoe langer hoe beter, dus dat is goed. En die nieuwe jongens integreren zich ook goed binnen het geheel, zoals jullie gezien hebben. Onze Vince is de echte koning. Vincent Manaert, de sportief manager van Club Brugge in het grijze pak, wordt geprezen voor het aantrekken van nieuwe spelers. Spits David Okereke bijvoorbeeld, die met de hulp van een Sint-Truidense voet de 1-0 maakt. De Brugse trein is na een goed kwartier vertrokken. En opnieuw Okereke verdubbelt knap de score. Zijn derde doelpunt in 2 wedstrijden, maar de Nigeriaan blijft heel bescheiden. Ik probeer to do my best as much as possible. So I'm excited, but I think I still have to continue working. Hans Van Aken kan niet achterblijven bij Okereke. Op een vrije trap van Vormer kopt hij de 3-0 binnen. Ook voor hem een derde doelpunt in deze competitie. Het vierde doelpunt is enig mooi en komt van de gouden linkervoet van Percy Tau. Tau, overgekomen van 1B-ploeg Union, is nog maar 1 week bij Club Brugge. In de tweede helft tovert hij deze paas tot bij Vormer, die dan de assist geeft voor de 5-0 van Dennis. En nog is het niet gedaan. Invaller Siebe Schrijvers schiet de 6-0 tegen de netten. Het was genieten, maar de trainer denkt al aan de Champions League van dinsdag. Dit was echt geen test voor ons eigenlijk. En ik vraag dinsdag een heel andere wedstrijd. We hebben nu Dynamo Kiev een aantal wedstrijden al gezien. Waar we heel hard van onder de indruk zijn en dat gaat een heel ander niveau zijn. Dat was goed, joh. Goed. Ja, hey. Blij dat je er bent. Ja. Van de bank naar het vliegtuig en naar hier. Inderdaad. Eerst nog wedstrijd spelen, de community shield.
penalties en dan daarna rechtstreeks doorvliegen naar Brussel. Het was hectisch. Het is leuk om terug in België te zijn. Ik heb ook altijd heel graag op Jan Breydel gespeeld. Ik kan niet wachten om terug tussen de paal te staan. Laat de wedstrijd maar komen, zou ik zeggen. Op Facebook, de Facebook van Club Brugge te lezen staan, of staat te lezen, ik kan dat niet weten, want ik mag Facebook hier niet open doen in de studio, dat Simon Mignolet wel degelijk naar Club Brugge trekt. Dat is een dikke transfer, hè? Zo noemen ze dat in het voetbal. Dat is een hele dikke transfer. Ja. Meneer De Witte, dat vind ik wel een geweldige prestatie dat Club Brugge dat rondkrijgt. En als ik zie wat ze tot nu toe allemaal gedaan hebben, en als ik ook zie de wedstrijden die ze tot nu toe gespeeld hebben, denk ik dat dat een puzzelstukje was die ze absoluut nodig hadden. En dat ze een straatvoorsprong hebben? Misschien als concurrent, maar als vriendconcurrent zou ik zeggen. Proficiat Club Brugge. Ja, het is wel wat ze nodig hadden nog, hè. Daar waren ze nog aan op zoek. Ze hadden nog een paar dingen nodig, denk ik, waaronder dit. Ik vind dat ze al heel ver staan. Ik vind dat ze ongelooflijk gescoord hebben met al hun transfers die ze al gedaan hebben. Dus ze hebben ongelooflijk goed hun werk gedaan. En ze waren voor mij de laatste 5 jaar al de grootste club van België. En nu zijn ze, denk ik, misschien goed weten dat we dat er op bij de concurrentie aan het gebeuren is. Zij zijn aan het proberen om nu een serieuze voorsprong te nemen om misschien voor jaren de toonaangevende club te worden. Ja, en ook voor onze competitie, denk ik. Als we afgelopen zomer al spraken van we vinden het ongelooflijk dat iemand als Vincent Kompany in onze competitie terechtkomt. Maar ja, dit is nog een Europese topper op zijn echte top ook. Ja. Die dan gewoon in de Belgische competitie komt voetballen voor een contract voor 5 jaar tekent. Dus qua uitstraling van je competitie, ja, denk ik dat dit wel kan tellen, want is het tenslotte wel... Maar zij halen niet alleen Mignolet, hè. Zij halen spitsen bij, zij halen alles wat ze nodig hebben, alles erbij. Een goede centrale verdediger erbij, dus ze zijn heel goed bezig. En ja, ik denk dat we bij het begin zeiden van oké, het zal een spannende competitie worden, maar als het zo nog verder, als ze er nog 1 of 2 bij gaan, ja, dan gaat iedereen met 100% zekerheid zeggen dat Club Brugge de te kloppen ploeg wordt, hè. Dat is nu al zo, denk ik. 88 is, en ja, leg maar uit, ja. Dat weten we sinds Buffon, hè, die nogmaals, ik ben zeker, 100% zeker dat Mignolet nooit aan die link gedacht heeft, maar 88 staat in neonazi-kringen nu eenmaal voor de 8e letter van het alfabet, de H. H, we weten allemaal dat H, dat is niet om te lachen in de geschiedenis. En ik kan me ergens bij voorstellen dat je zegt, wij moeten niet aan die... in die gedachtegang van die totaal hersenloze neonazis meegaan. Tegelijk is de wereld intussen wel zo dat je geraakt over heel het hele internet. Als je met dat truitje in doel gaat staan in een Europese wedstrijd, dan begint het al. Dus ik denk dat club ook zal inzien van... Ja. Neem toch maar een Daniel Tuzet. Voetbalnieuws van het weekend. Club Brugge pakte gisteravond uit met een toptransfer. Rode Duivel Simon Mignolet heeft een contract ondertekend voor 5 seizoenen. Met de overgang zou zo'n 7 à 8 miljoen euro gemoeid zijn. Wat van Mignolet sowieso de duurste doelman in België maakt. Gisteren zat hij nog op de bank bij Liverpool in de Engelse Supercup. En morgen staat hij misschien al onder de lat in Brugge. Dit zijn de eerste beelden van Simon Mignolet in een uitrusting van Club Brugge. Vanmorgen op training loopt hij al tussen zijn nieuwe ploegmaats. Het gaat snel, want club speelt morgen tegen Dynamo Kiev in de voorrondes van de Champions League en heeft al het papierwerk al geregeld, zodat de nieuwste aanwinst meteen in het doel kan staan. Na het medische onderzoek van vanmorgen was de transfer helemaal rond en kon Mignolet zijn nieuwe ploegmaats begroeten. Hij is een van de duurste spelers die club ooit kocht en moet de stabiliteit in doel terugbrengen. Die was de jongste 4 jaar verdwenen. Bij Liverpool zat hij de voorbije 2 seizoenen vaak op de bank. Misschien kipt hij morgen dus voor het eerst in Club Brugge outfit. Zelf kunnen we hem niet interviewen, maar op zijn sociale media plaatste hij dit filmpje. Het was heel erg leuk voor al die jongens te leren kennen en de trainerstaf. Het is natuurlijk ook aanpassen met de namen, maar ik ben er zeker van dat dat snel kon. Dus het voelde goed om op het veld te staan en ik keek uit naar morgen. We hebben net 2 goede wedstrijden gespeeld, maar wel tegen mindere tegenstanders. En morgen is het voor het echtje, morgen een belangrijke pot. Dan gaan we zien waar we staan. Maar ik heb er een goed gevoel bij. We gaan alles doen om te winnen. Als je dat nog kunt doen zonder tegendoelpunten, dat zou natuurlijk het ultieme zijn. Laat hem maar, zegt Rits. En wat is dit? Een penalty voor Club. Ja!
Europa. Je weet dat je daar de nul moet houden. En als je maar één doelpunt maakt, dan zou 1-1 zuur geweest zijn. En zou het resultaat niet geweest zijn wat we gewouwd hebben. Oké, we wilden nu ook wel nog een doelpuntje meer maken. We hebben er ook kansen voor gehad. Spijtig genoeg kon dat niet zijn. Maar ik denk, uit de ervaring die ik heb in Europa, is een 1-0 voorsprong altijd een goede uitgangspositie voor de tweede wedstrijd. Ik ben heel erg blij om hier op het veld te staan en die steun te voelen om belangrijk te zijn voor de ploeg en ook voor de supporter. Dat is uiteindelijk waarom ik naar hier gekomen ben. Ik wilde zeggen dat na Gent, Genk en Anderlecht ook standaard geen 9 op 9 pakt. Club Brugge heeft daarentegen na 3 wedstrijden nog altijd het maximum van de punten. Het won gisteren met 0-2 bij KV Oostende. Ook strelend was het allemaal niet, maar Mignolet keept wel op niveau. Hij houdt opnieuw de nul. Aanvallend loopt het moeizaam bij club, tot Philippe Clement Percy Tau en Okereke inbrengt op het uur. En Okereke maakt er ook 0-1 van met het hoofd. En even later gaat Skulason onder de bal door Percy Tau. Legt de eindstand vast 0-2 Tau. Maar vooral David Okereke vindt wel heel makkelijk de weg naar doel. Ja, want de Champions League is een heel verschil hè, met Europa League. Het is heel belangrijk, hè, Champions League halen. Ja, Champions League is het hoogste niveau in Europa. Dus daar wilt je bij horen. En vorig jaar hebben we bewezen dat we daarin, dat we daarin mee kunnen. We hebben toen een heel goede campagne gehad. Dus we proberen dit jaar weer in die groepsfase te geraken. En het is nog geen één Belgische club gelukt om via het niet-kampioenspoor erin te geraken. Dus het zou mooi zijn om als groep ook dat te verwezenlijken. En ik zeg het, daar gaan we morgen alles aan doen om, om deze ronde toch al te overleven. En Andijevski vindt ruimte bij Verbic. Verbic, de overlap van Mykolenko. Opletten, dit kan gevaarlijk zijn. De bal terugleggen. Pujalski 1-0. Oh la la, daar zijn ze al mee. Na nauwelijks 5 minuten staat de voorsprong voor Dynamo Kiev op het bord. Ja, een heerlijke aanval van Kiev. Corner voor Club Brugge. Is de eerste meteen ook de goeie. Koppen de Lee. En de staat de goal. Hij kopt hem erin. Het is de goeie. Daar is Simon de Lee. Krachtige kopbal. En ik dacht Boyko er nog bij, maar er niet bij. Voor Chiganov. Links is Verbic voor de goal Rodriguez. Verbic snijdt naar binnen, plaatst en tegen de paal en erin. En geen buitenspel. Tjepelev, de vlag blijft beneden en er is geen VAR. Kan een groot probleem betekenen. Openda zet zich door. Openda. Hey, misschien Ruud Vormer. Ja, Ruud Vormer. Ruud Vormer maakt het af. Een gouden doelpunt van een gouden schoen voor Club Brugge. Op 2 minuten van het einde valt het doek en is Club Brugge zeker van een plaats in de volgende ronde. Ja, wedstrijd gespeeld, scoren bekend daar in Kiev toch niet, Peter van den Bent. Zou beter moeten weten, ongelukkige own goal van Brandon Mechelen op een corner die even verlengd wordt door Sol. Kop Mechelen die in eigen doel. En zo krijgen we nu ineens nog 3,5 spannende minuten. Bojalski, appel voor handspel. Het spel gaat voort. Holder de Bolder tegenaanval Club Brugge. Misschien nee. Openda, dan Van Aken en Piatta. Die moet rustig de bal bijhouden. Die zit aan de overkant. Nee, levert te snel in. Niet goed gedaan. Maar hij recupereert. En Openda is weg. Openda, maak het nu gewoon af. Ja, zeker. Openda voor 3-3. De missers in de Champions League zijn hem vergeven. If we keep this mentality all season, it can be a great season. Bij Philippe Clément en heel Club Brugge na de 0-0 tegen Eupen. Scheidsrechter Van Driessen moet het ontgelden. Hij fluit geen strafschop voor deze duw van Kogop Vormer. Ook de VAR komt niet tussen. Het is gewoon een duidelijke penalty voor mij hoor. Ik voel hem echt in mijn nek. Ik heb het net teruggezien. Dus ja, wat ik net zei, ik begrijp af en toe niet wat ze in een busje doen. Want ze, ja, misschien zeggen ze wel, hij komt er niet bij. Maar als je dit op het middenveld doet, fluiten ze ook hoor. Dus heel apart weer. Ik ben benieuwd waarom dat ofwel de scheidsrechter niet geïnformeerd is, ofwel waarom dat die beslissing is genomen om daar geen penalty over te geven. Want als dat geen penalty is, ja, dan wordt het moeilijk om nog penalties te hebben, denk ik. De club heeft een uitgelezen kans om als tweede Belgische club de groepsfase van de Champions League te bereiken. Je kent de budgetten in België, dus als je Champions League kan halen, dat komt er een serieuze ruk bij dat budget bij. Dus voor de korte toekomst, maar ook voor de verre toekomst, zijn dat belangrijke zaken. Dat je met je club in de Champions League kan geraken. Voor spelers zelf ook. Dat is het hoogste podium. En het is 1-0 to Bruges. Vanneken keeps his cool. A very composed finish into the bottom corner.
Club versierde vorige week een uitstekende uitgangspositie door met 0-1 te gaan winnen in Linz. En de spelersgroep is fris, want club kreeg afgelopen weekend vrij af in de competitie. We zijn met één ding bezig en dat is zorgen dat we met heel die groep geschiedenis kunnen schrijven. Hè. Om via dat parcours de Champions League te bereiken, zou het zijn waar dat eigenlijk zo goed als niemand binnen de club een dikke maand geleden rekening mee hield. To Club Brugge, under the lights in the Jan Vredel Stadium. Big crowd, big match atmosphere, big prize on the line as well. The chance to play in the group stage. Yeah, he's wondering how it didn't end up in the back of the net, but we should give some credit to Schlager, but he couldn't get to that one. And Van Aken is there again, the man who scored from the spot in the first leg. Doubles the Belgians' lead in this playoff tie. Scored both of the goals in this tie, sends it forward now, and Percy Tau has got support if required, and the substitute scores, and that surely is it. Emmanuel Dennis with his first touch, having come off the bench inside the last couple of minutes. Einde van de wedstrijd. Het feestje kan nu echt losbarsten voor deze 14 jaar van de streekclubs in de groepsfase van de Champions League.